Vanaf 8 maanden breekt de fase aan waarin je kindje eraan toe is verschillende structuren te ontdekken. Je kan nu steeds meer vaste voeding gaan aanbieden. We gaan het hebben over stukjes. Maak je je hapjes zelf? Ja, die maak ik zelf, ja. En pureer je het dan helemaal plat? Ja, ik probeer nu inderdaad wel echt gewoon een zacht papje ervan te maken. Zij kan dat niet verdragen in haar mond, dus dan weer dat volledig met een staafmixer gemixt. Ja. Dat probeer ik wel, en vooral juist niet zo klein zijn. Ze hebben nog geen tanden, dus probeer het altijd zo plat mogelijk. Nee, er zat altijd nog wel iets van structuur in, hoor. En qua grootte van stukjes, heb je daar een idee van hoe je dat best opbouwt? Of? Ik denk dat het gewoon eerst een beetje lumpig moet worden en dan steeds meer. Je begint met wat grovere stukken die je volgens makkelijk fijn kunt pletten, dus een stukje aardappel of zo. Of iets wat makkelijk vervolgens in je mond nog fijn gaat. Maar meestal is wel een beetje op gevoel dat je ziet ook hoe snel ze tandjes krijgen en hoe ze überhaupt het eten binnenhoudt. Stukjes in je eten. Wanneer moet je ermee beginnen en waarom is het belangrijk? Ik ga naar een voedingskundige van Nutricia, want zij kan hier alles over vertellen. Ik zit hier bij Manouk, voedingskundige van Nutricia. Manouk, hapjes met stukjes. Vanaf welke leeftijd zijn kinderen aan toe om meer structuur te hebben in hun eten? Ja, vanaf de leeftijd van 8 maanden hoeft het allemaal niet meer zo fijn te zijn en dan mag je echt structuur gaan toevoegen aan de hapjes. En hoe begin je daar dan mee? Ja, goed om dat geleidelijk aan op te bouwen, zodat je kindje langzaamaan kan wennen. En bied ook daarbij kleine hapjes aan. En laat je kindje vooral afhappen van het lepeltje, want het geeft een kindje echt het gevoel van controle. En ja, oefening baart kunst. En wat als je kindje er niet zo goed op reageert? Ja, het is heel normaal dat je kindje moet wennen. We zien ook vaak dat kindjes moeten kokhalzen, maar dit is een hele natuurlijke reactie. Ja, blijf het vooral proberen. Die stukjes, hoe groot mogen die zijn? Ja, je kunt het hapje eerst fijn prakken met een vork. En wanneer dat goed gaat, dan kun je het hapje fijn snijden in ongeveer stukjes van 1,5 centimeter. Dus hoe ouder je kindje, hoe grover de stukjes. Ja, dat klopt. En daarom heeft de Overeat ook de structuur van de hapjes aangepast aan de leeftijd van je kindje. Dus van fijn gepureerde eerste hapjes naar steeds grovere stukjes. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk, grovere structuur, stukjes? Ja, met het kauwen gebruikt je kindje andere mondspieren. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de mondmotoriek en uiteindelijk ook de spraakontwikkeling. Oké, stukjes. Goed voor ze.